eindelijk zijn we in Duitsland. Dit is Düsseldorf. Dat is de Rijn. Dankeschön, hè. Dit is Veronica. Prozit. Hier achter mij ziet u het hotel waar het Nederlands elftal vanaf maandag zal verblijven. Zo, dan heeft u gelijk al uw eerste primeur te pakken. Ja. En ik heb er trouwens nog één. Een primeur? Ja, Nederland haalt de finale. Dat is geen primeur, Harry. Dat is een prognose. Een prognose. I think they are good enough to win the championship. I think it will be like 1974 and Holland will play Germany in the final. But this time I think Holland will win because I think you have the best goalkeeper in the championship, Van Breukelen, who played at Nottingham Forest. We know him in England very well. We think you have the best libero, Koeman, who at Wembley was very impressive. And you have the best all-round player in Hullet. So I think for those reasons you will win the European championship. Een prognose. Io penso che sono quattro le favorite a mio modo di dire Germania, perché chiaramente gioca a casa, poi squadra forte, anche se forse non ha trovato le due punte per sostituire Alofs e Wöller. Italia, che anche se la squadra è un po' giovane, però buona. E poi penso Olanda e Inghilterra. Olanda molto buona e Inghilterra potrebbe essere la sorpresa, perché l'ultima Inghilterra che ho visto giocare gioca con tre attaccanti eccezionali, Barnes, Lineker e Barnsley. Conosce la squadra olandese? Sì, molto buona. Sì. Secondo me è quella che gioca il calcio migliore oggi in Europa. Forse un centrocampo un po' largo, sì. E quindi con squadre veloci potrebbe anche rischiare. Però se dovessi parlare da un punto di vista puramente tecnico, credo sia la migliore. È un peccato secondo me che non ci sia Van Basten, che io ritengo uno dei più grandi giocatori che esistano oggi in Europa. Però penso che Gullit e Bosman possano fare molto bene. Sì. E punti forte della squadra? Punto forte secondo me è centrocampo. Molto buono. Ricard è un grande giocatore. Koeman è un libero che viene a giocare in mezzo al campo. Vandenburg è anche buono. Sono giocatori con caratteristiche differenti che formano un gruppo molto buono. E dan nu de Adrie van Tichelen jingle. Adrie van Tichelen. Ik heb je nog weinig gezien in kranten en zo. Hoe komt dat? Het is allemaal de Sphinx, hè? Ik hou niet op papier, denk ik, hè? Nee? Denk het niet. Is ook niet belangrijk, Harry. Nee? Nee, nee. Vind je dat niet vervelend? Nee, jongen. Denk je nou niet waarom loopt iedereen nul voorbij? Nee, man. Gaat me om één ding. Gaat niet om mij, hè? Gaat om de wedstrijd Rusland. Ja. Ja, goed. Ze staan allemaal maar in die kranten, die gasten. Ja, dat is toch leuk voor ze? Ja. Ze slaan jou over? Nee, dat is niet zo belangrijk. Nee? Nee. Je zou bijna denken dat ze geen, geen twee trainers hebben bij Nederland zelfs al. Maakt ook niet uit wat er gedacht wordt. Ja, maar je bent toch een goede trainer, of niet? Als jij dat vindt, vind ik het prima. Nou, dat is toch zo, dat maakt is toch bewezen. Laat me nou even werken, Harry. Ja? Ja, laat me nou even werken. Oké, okay, geef je aanwijzingen maar. Spel uit! Het lijkt me het beste dat je begint met Werby en Olsen, ja. Die spreken Nederlands, ja. Dat kan je aan. Ja, ja. En ik wil graag weten of na deze generatie van Deense topvoetballers, ja. Er nu een nieuwe generatie van jonge Deense topspelers staat te trappelen. Oké? Okidoo, hoor, chef. Eén ding, ja. Niet dat eeuwige gegiegel dat gegeit met die spelers, hè? Okidoo. Serieus sport. Een vraaggesprek. Nou, even beginnen met jou, Jesper. Jij wil weg, hè, bij Manchester United. Je wil weg? Ja, jij wil weg. Nou, nee, hij wil niet weg. Hij, nee? Hij moet weg. Nee, hij zit. Ik weet het nog niet, maar ik probeer weg te gaan, ja. Oh, ja. Zal dat lukken dan, denk je? Dat denk ik wel, ja. Dat denk ik, dat hoop ik, ja. Ga jij naar Roma? Ja, ik ga niet meer verhuizen en die shirtjes staan me helemaal niet. Nee? In Rome.
T-shirtjes. T-shirtjes, man. Lelijke shirtjes? Lelijke shirtjes. Ja. Ja. Bijna publiek ook. Weinig verdien ook? Weinig verdien ook. Oh, dat is niks. Dat is niks, hè, nou, hè? Nee, natuurlijk. Maar vies stadje. Het is niks, hè, dan? Nah, weinig historie ook dat. Nah, Eindhoven leuk, hè? Ja, natuurlijk. Een Robbeke winnaar. Wat wil je dan meer, joh? Nog even over de Europacup finale, hè, Larry? Want het was niks, hè? In Stuttgart, hè? Wat lul je nou stom, man? Wat lul je nou stom? Het was echt niks. Nee, je hebt niet zoveel. Ik kan me nergens vertonen in Europa. Ze beginnen allemaal over. Het was vreselijk daar met PSV. Nou, dan moet je zeggen, de beker staat wel in Eindhoven. Met die gouden oren. Moet ik dat zeggen? Ja. Tegen mijn dassen zeggen van Real Madrid. Ja? Waar het bekertje staat? Waar staat die beker? Ja. Eén slechte wedstrijd mag toch? Ja, maar het was wel heel erg slecht. Ja, als je, wat doe je nou als je de tweede helft drie doelpunten maakt? Wat dan? Je hebt, en hun hebben niet één kans gehad. Nee. Nou. Dat is waar. Maar wanneer is het, daar heb je ook twee ploegen voor nodig. Die Benfica heeft niet één keer aangevallen. Waren jullie er één van, het was niks. Ja, gaat dan weg joh, we hebben toch alles geprobeerd. En we hebben ook de kans, maar het moet wel in een mandje. Ja, het ging niet in het mandje. Nee. En ik zat te slapen hoor daar. Oh, je hebt de wedstrijd niet eens gezien. Wel, van je hand dat ik in slaap viel. Toevallig heb je helemaal nooit verstand van voetbal gehad. Dat is waar. We gaan een gevoel in je poten zeg. Het is volkomen juist. Ja, zo, hartelijk bedankt. Komt u hem nog weer in een zo. Harry, je zou niet geiten. Ja, maar als Larry lacht, lacht ik toch wel mee. Ja, maar we hadden dat afgesproken. Het interview techniek leg ik je nog wel een keer uit. Goed, oké, zand erover. Ja. Weet je het naam van die transfer? Nee, leg het nog één keer uit. Het is zo dus dat Juventus heeft Larsen geblokkeerd bij Verona. Een optie op Larsen. En dan verkopen ze dus Larsen en Laudrup aan PSV in ruil voor Koeman. En ik wil dat jij die transfer van de eeuw tot op de bodem uitzoekt. Een mini portretje. Ga jij naar PSV? Ik weet niet, ik denk het niet. Want ze willen jou ruilen dus, hè? Laudrup en Larsen ruilen voor Koeman. Dat is wel veel, hè, voor één speler. Vind je dat een beetje ver gaan? Ja? Dat vind ik wel een beetje veel, hè. Is Koeman zo goed dat hij Larsen en Laudrup kan vervangen? Nou, ik denk dat hij krijgt toch last met alleen maar Laudrup te vervangen, hè. Ja? Laudrup is een heel grote speler, hè. Ja? Dus dan krijg je Koeman is een zeer goede speler, hè. Maar niet zo goed als... Maar Laudrup is ook jong, veel talent, groot naam, hè. Maar Juventus, die zou jou dan kopen? Van Verona. Ja, dat zeggen ze, hè. En dan zouden ze jou en Laudrup hup naar Eindhoven gooien. Weg daarmee, hè. Weg daarmee. En dan kopen ze aan Koeman. Vind je dat wat? Dat is mooi, hè. Of vind je dat niks? Dan kunnen we met die ganse nationale ploegen in Holland spelen, hè. Ja, maar wil jij naar PSV? Dat is toch een grote ploeg, hè. Vind je niks? Ik weet niet, Italië... Grote of klote ploeg? Wat zei je nou? Groot. Oh, grote ploeg. Ja, ik dacht dat je zei klote ploeg. Maar dan is natuurlijk veel meer zon in Italië, hè. Ja, dat hoe is alleen. In Holland is niet. Nee, veel, Eindhoven schijnt de zon nooit. Nooit. Nee. Het is een beetje een klein stadion. Och nog. Ze hebben lelijke shirtjes. Ja, wat wil je dan nog? Ja. Dan moet ik blijven in Italië. Ja. We kennen jou nog van de elleboog van Verrips, hè? Dat heeft wel indruk gemaakt in Nederland. Dat was niet. Dat was een hele. Dat was niet de bedoeling. Was niet de bedoeling? Dat was niet de bedoeling. Was per ongeluk. Ongeluk, ja. Ja, ongelukje. Ongelukkig. Wat doe je? Wat hard dan zo'n ongelukje? Doet bij jou ook pijn. Ja, ja. Maar die Mateus, hè, daar moeten we nog iets mee rechtzetten, hè? Van Mexico, hè? Met Arnese en zo. Dat Lothar Mateus. Daar laat ik aan Lerpje over. Hè. Kan Lerpje dat beter? Ik denk het wel, hè. Klein tikje is al genoeg, hoor. Ik weet niet of het niet echt een schop te krijgen, maar een klein tikje is al genoeg. Die Duitsers moeten toch een serieuze schop hebben, hè? Anders blijven ze staan, hè. Ja? Dus dat kunnen we aan jou overlaten? Nee, dat doe ik niet meer. Dat doe je niet meer? Nee. Ben je mee gestopt? Nou, ik heb het nog niet gedaan, hè. Je hebt het alleen tegen Verrips. En toen ben je ermee opgehouden. Dus je laat het goed dan even jou over. Ja. Ga je hitten, hè. En dan nu de Ronald Koeman jingle. Ronald Koeman. Wanneer komt die Spaanse televisie? Morgen. Wat ga jij zeggen? Nou, dat het een open toernooi is. Dat is goed. Er zijn 7 favorieten. Is goed. Er is 1 outsider. Wie is die outsider? Spanje. Fout.
Er zijn 7 favorieten. 7, ja. Het is een open toernooi. En de outsider is Ierland. Oh, ja. Dus nog een keer. De Spaanse TV vraagt jou om een prognose. Er zijn 7 favorieten. Goed. Het is een open toernooi. Juist. Er is 1 outsider. En dat is Ierland. Hè? Zo goed? Vergeet je niet? Nee. Rick de zadel in. Wat denk je voor een toernooi, Rick? Zeker een outsider. Ja, 7 favorieten en een outsider. Ja. En deze mannen zeggen dat die outsider dat dat een favoriet wordt. Oké, dankjewel. Mr. Moore, for Dutch television. Yeah. What do you think of the tournament? Who are your favorites? I think Holland are the favorites. I was so impressed with them and I saw them at Wembley. And although they only got a 2-2 draw against England at Wembley, I think anybody watching that night felt that there was fantastic talent there and always that ability to raise their game a little bit more. You always felt that Holland that night had a little bit in reserve. Yeah. And so if I were a betting man, which I'm not, I'd put a few guilders on Holland. I think England will not allow Muren the space they allowed him at Wembley. I think Holland will find England far more competitive in Dusseldorf on Wednesday than they were at Wembley. It won't be a friendly. No. I think England will compete far harder. Yeah. For me, I think it's a very even tournament. I think most teams have a chance. For some reason, I don't know why, because they haven't done well recently, but I tend to think the Germans could emerge again like they normally do in tournaments. But it's a very open tournament. The Dutch have probably got the best players. Yeah. England will be strong. If they catch fire, the Russians will murder everybody. Johnny Barnett Smith. John, laten we het even hebben over de bijnamen in het voetbal. Hè? Want als je dan zo langs het veld staat, hoor je hele andere namen dan je in de krant leest. Hè? Bijvoorbeeld Van Breukelen, hoe heet die nou bij jullie? Ja, Van Breukelen. Die heet gewoon bij ons Hans, dacht ik. Hans? Ja, hij wordt ook wel Neus genoemd. Neus? Maar, waarom? Ja, dat zou ik niet weten, maar ik doe daar niet aan mee. Ik zeg gewoon Hans. Jij zegt Hans? Ja. Maar ik hoor ook wel Breukie. Ja, Breuk. Ik denk dat het door de PSV'ers veel wordt genoemd. Breukie. Die zeggen Breukie? Ja. Of De Breuk? Of De Breuk, ja. Hoe zit dat met Rijkaard bijvoorbeeld? Hoe noemen ze die? Ja, het is eigenlijk gewoon een afkorting steeds. Hè? Dus ja? Rijkaard noemen ze vaak Rijkie of gewoon Frenk. Rijkie? Rijkie, ja. En Van Tichelen, heeft hij een bijnaam? Ja, die wordt door de spelers Spijker genoemd. Spijker? Spijker, ja. Omdat hij hard is of zo? Nou, omdat hij niet echt sterk gebouwd is. Dus eigenlijk meer dun, hè? Vanwege die... Dat hij vrij recht op staan. Spijker, dus voor Van Tichelen. Spijker, ja. Ja. Koeman, hoe noemen jullie die? Koetje. Koetje. Het Koetje of Ronald. Eigenlijk gewoon steeds die afkorting, hè. Ik hoorde ook wel vallen Roontje. Ja, als hij op het middenveld komt, dan wordt hij vaak Roontje genoemd. In de verdediging roepen ze Koetje. Ja. En op het middenveld Roontje, waarom is dat? Ik zou het niet weten. Jij zei het gisteren. Wat roep jij tegen hem? Ik zeg meestal gewoon Ronald. Ronald? Ronald, ja. Van Aarle heeft hij een bijnaam? Ik dacht het niet, gewoon Berry. Dat is al een bijnaam, hè? Dat denk ik, ja. Ja. Gullit, heeft hij een bijnaam? In Italië heb ik gehoord dat hij de Zwarte Tulp wordt genoemd. Maar in het veld wordt hij gewoon Ruud. Ruud. Ja, Gulliman wordt ook wel eens gezegd, maar niet op het veld. Het is meer... Gulliman. Gulliman, ja, wordt ook wel eens gezegd. Hoe is het met Wouters? Hans die noemt hem geloof ik altijd Wout. Wout? Ja, dat schijnt in Utrecht hetzelfde te zijn ook als politieagent. Politieagent, ja. Wij noemen hem bij Ajax gewoon Jan of... Jantje, Jan. Ja. Wie hebben nog meer op het middenveld lopen? Even kijken, Muren. Arnold, die heeft geen bijnaam. Ja, ze noemen hem nu, geloof ik, een paar noemen hem nu P. Of Peek, P. P, ja, P. Muren. P. Muren. Om ja, die speaker van Vallen dan. Ja. Daarom heet hij nu P. Ja, vrij flauw, maar... Vaneburg? Vaantje. Vaantje wordt hij genoemd. Of Gerald. Je hoort toch ook wel Vaantje, ja. Ja, Vaantjes. En Bosman? Ja, Bossie. Bossie, hè? Bossie, ja. En jij? Schippie. Schippie? Schippie, ja.
Het is wat, hè, met die naam. Het is erg ingewikkeld, ja. Het is ook heel lang over nagedacht. Ja, hè? Ja. Het heeft echt wel, het heeft wel wat, hè? Ja, ja. Fransje, Bosje, Schippie. Maar jij doet er niet aan mee? Ja, ik je zal er wel moeten, want anders begrijpen ze je niet. Automatisch ga je er aan meedoen. Ja. Dus Bosma noem ik ook vaak Bosje, ja. Toch wel? Ja. Hm. Want anders begrijpt hij je niet, natuurlijk. Nee, dat... het is zo ingegroeid, hè. Hm. Maar had jij niet liever dan bijvoorbeeld, moeten ze niet gewoon John zeggen? Of Johnny, wat moeten ze tegen jou zeggen? Ja, het liefst heb ik ook gewoon dat ze John of Johnny zeggen. Maar ja, het zit er zo ingebakken. Ja. Dat krijg je er niet meer uit, hè. Nee? Al die bijnamen. Bossie. Schippie. Faantje. Ik word daar zo misselijk van. Breukie. Koetje. Hé, hey, Spaantje, ga je mee? De mop van Rob. Hallo Rob, heb je nog een mop? Nou, ik hou niet zo van moppen. Ja. Hoewel, ken je die mop van die mummie? Nee. Ingewikkeld, hè? Een mini-portretje. Buiten het zicht van de Nederlandse pers en cameramensen troonde een sluwe Italiaanse fotograaf Frank Rijkaard mee naar een onopvallende plek. Verscholen achter bosjes trok Frank het shirt aan van de club waarvoor hij het volgend seizoen zal spelen, AC Milan. Niemand zag het, behalve een verstopt meeglurend Veronica. U ziet Frank Rijkaard zoals u hem nog nooit zag. Een primeur. De ster van dit toernooi, nummer 9, Johnny Bosman. Wij hebben het idee dat, dat iedereen jou een beetje over het hoofd ziet en dat jij waarschijnlijk topscorer wordt. Nou, dat denken jullie, maar... Wat denk je zelf? Ja, ik weet het niet, joh. Je weet nooit hoe het loopt, hè? Nee. Ik doe daar niet aan om die voorspellingen. Nee? Nee, daar hou ik niet van. Je neemt ons al. Ik doe alleen mijn best en ik hoop dat we hoog eindigen. Dat is het eerste vereiste. Maar stel nou dat je tot, wat wij verwachten dan, 5 à 6 goals kan je komen. 5 goals. Nee? Gaan we ervan uit dat je niet de strafschoppen neemt? Nee. Huh? Dan heb ik het moeilijk, hè? Vind ik een hele hoop. Dat lijkt je te veel? Ja, vind ik iets te veel. Het zijn maar 5 wedstrijden. Ja. En als je, moet je elke wedstrijd een goal maken. Nou, dat kan lukken. Hoeveel doelpunten denk jij maakt Bosman dit toernooi? Ieder wedstrijd 1. Dat zei ik ook tegen hem, maar dat gelooft hij niet. Gelooft hij niet, nee. Maar ik heb er al vertrouwen in. Ja, hè? Ja. 5 doelpunten. Tot aan de finale is het 5, ja. Ja. Dat klopt, je kan goed tellen. Ja, dat zei ik. Hij maakt 5 doelpunten. Het zou heel mooi zijn. Maar dat geloof jij ook wel? Ik geloof er wel in, ja. Ja? Ja, echt. Hoe moeten de voorzetten komen voor jou? Hoe wil je liefst ze hebben? Van de achterlijn, hè? Van de achterlijn. Ja. En dan? Van rechts het liefst. Van rechts? Ja. Dus van het schip moeten doen? Van het schip moet ze geven, ja. Die moeten doen? Ja. En dan moeten ze een beetje indraaien of wat weer hebben? Moet het gewoon vlakke harder zijn of moet het nee, een beetje met een kromming? Beetje met effect, hè? Beetje met effect. Ja, dus, binnenkant goed? Zo, ja. En dan een beetje zo? Ja, dat je er met tegenaan hoeft te lopen. Dan krijgt die effect mee en dan gaan ze harder. Dus, maar dat maar, zijn de lekkerste ballen. Ja, maar maak je ze liever koppend of weer met de voet? Liefst koppend, ja. Toch koppend? Ja. Niet met de voet? Nee. Nou ja, als moet dan met de voet, maar... Liever niet? Liefst met de kop, ja. Daar voel ik me wel sterk naar. Maar ja, belt ze veel, hè? Belt hij veel? S'avonds, hè? Ja. Wat belt hij allemaal mee dan? Ja, Italië belt hij veel, hè. Dus, Met wat? Met thuis? Met de familie? Of met, ja, met de kranten? Ja, mensen. Ik weet niet met wie allemaal. Steeds in het Italiaans? Ook ja, in Engels. En alle talen spreek je, geloof ik. Ja? Ja. En dan moet jij steeds aanhoren, dat geklaar. Ja, af en toe denk ik, ga lekker slapen. Maar dan moet Ruud nog even bellen. Moet hij nog even bellen? Ze eten daar heel laat. Ja. Dus vanaf 11 uur kan je pas bellen. En dan denk ik, Ruud, ik ga slapen. Maar dan gaat hij nog even bellen. Dan kunnen we een gebaar afspreken voor de mensen die naar dit programma kijken. Stel nou dat je scoort tegen Rusland. Ja, met de... ja. Dat je dan gewoon een klein gebaar afspreken dat we weten van we hebben contact met hem. Ja, maar weet het is. Ja. Als ik dan scoor, dan denk ik daar niet aan. Nou, dan vergeet je niet het gebaar. Ja, dan moet ik dat echt gaan oefenen. Nee, een simpel gebaartje.
Het wil al even maar een vinger, of dat je het ronddraait met de vinger, of even met je hand zo. Zoiets simpels. Ja. Dat wij weten van, ah, gewoon dat we eventjes contact hebben. En wat voor gebaar moet dat dan zijn? Nou, mag je zelf bepalen. Wat doe je normaal niet? Het vingertje. Vingertje. Daar hou ik niet zo van. Zo, dat vind je ja, nou, is irritant vingertje. Irritant, ja. Is irritant, hè? Zullen we dan gewoon een hele hand doen? Dat je gewoon even zo doet met een hele hand? Want een vinger is ook niks. Dat vind ik ook niks, nee. Ja, maar meestal ren ik erbij, hè? Je rent erbij? Ja, dus dan moet ik zo gaan rennen. Dat gaat ook niet, hè? Dat vind ik een beetje... Vuist? De vuist vind ik wel beter, ja. Heb je die wel eens gedaan, nee, hè? Meestal doe ik de vuist wel. Doe je de vuist? Ja. Ja, dan schiet het niet op, want dan is het dus hetzelfde wat je altijd op ja, doet. Ja, inderdaad. Maar dan zeg ik, ik denk niet dat ik dat kan veranderen. Nee? Op het moment dat ik het doe, maar... Of zo, dus natuurlijk misschien wat beter. Vind je die goed, maar ook goed? Ja, vind ik de beter, duim? Persoonlijk. Ja. Dus dan doe je de duim? De duim doe ik. Doe je er één of twee? Nou, eentje vind ik genoeg, denk ik. Eén duim? Ja, okay. Eentje vind ik genoeg. Rechterhand? Ja. Als je scoort, tegen ja. De Rus. Ja. Ziezo, dit was het weer voor vandaag. Wat zou jij zeggen van Nederland-Rusland 1-0? Doelpuntje Bosman? Hé. Hey. Dit was Veronica. Bosman. Aanstaande woensdag zijn we er weer om 16:30 op Nederland 2. Ja. Suus.